Hoe werkt de bediening van de nieuwe Opel Crossland X? Bekijk het in deze video. Hallo, mijn naam is Hendrik Lewis en ik ben werkzaam in ons familiebedrijf Opel Dealer Lewis & Roden. Nou, op dit YouTube kanaal verschijnt wekelijks een nieuwe video met uitleg van een Opel model of uitleg van een Opel systeem. Nou, ben je nieuw hier, kijk je voor het eerst, ik zou zeggen druk op de abonneerknop en je mist geen enkele video. Nou, zoals ik al vertelde, de Opel Crossland X, daar gaan we deze video daarover hebben. En ik geef jullie uitleg over het interieur van deze auto. Het model is in 2017 uitgekomen en het is momenteel een van de meest populaire Opel modellen. Hij is natuurlijk leverbaar in verschillende uitvoeringen, verschillende motoren. We zitten momenteel in de Innovation uitvoering en daar ga ik de uitleg over geven. Sommige dingen zitten standaard op deze auto en sommige dingen zullen een optie zijn. Dan heb je vragen hierover of wil je meer weten? Ik zou zeggen, typ ze hieronderin. Bezoek onze showroom aan de Centuurbanoord 133 Roden of mail mij naar Hendrik@lewisroden.nl. Dan begin ik de uitleg aan de linkerkant van de deur. Ik zit natuurlijk uiteraard op de bestuurderspositie. Aan de linkerkant daar kun je de spiegels mee verstellen. Dat kan hierboven kan het mee. Het schuifje hieronder kun je dus naar links toe schuiven. Uiteraard voor de linkerspiegel of naar rechts voor de rechterspiegel. Nou is deze auto ook nog voorzien van elektrische inklapbare spiegels. Nou, die gaan dus automatisch worden ingeklapt wanneer de auto uitgezet wordt. Maar je kunt het ook regelen door het zelf te doen uiteraard. Daarvoor zul je dit knopje in het midden moeten laten staan. En daarna dit knopje naar beneden drukken en dan worden de spiegels automatisch ook ingeklapt. Nou, hieronder daar kunt u de ramen mee bedienen, alle vier de ramen. Deze auto is zowel voor als achter elektrisch verstelbaar en dan hebben ze eigenlijk allemaal. En deze knop, daarmee kun je nog regelen dat de achterramen niet kunnen bediend worden. Dat kan uiteraard hier wel, maar bijvoorbeeld de kleine kinderen die achterin zitten, kunnen nu de ramen achter niet elektrisch bedienen. Nou, links naast het stuur, daar is dus de lichtschakelaar. Die staat meestal op automatisch en regelt die dus helemaal zelf. Je kunt er ook voor kiezen om hem op stadslicht, op parkeerlicht eigenlijk te zetten, of normaal op dimlicht. Er zitten nog twee knopjes zitten op deze schakelaar, dat is voor de mistlampen. De bovenste is voor de mistlampen voor en de onderste is voor mistlampen achter. Nou, aan de rechterkant kun je hiermee de lampen nog in hoogte instellen. Nul is de stand waar hij eigenlijk normaal op kan staan. Hè. Dat is de normale positie. En wanneer je bijvoorbeeld vol wat beladen bent, dan kun je wat naar beneden schakelen naar 2 of naar 3 maximaal. En aan de rechterkant kun je hiermee het interieurverlichting, hè. Dus de dashboardverlichting op de kilometerstand, die kun je hiermee nog wat dimmen of wat feller doen. Nou, hier zien we dus de meters inderdaad in de auto. Aan de linkerkant is hier dus de meter voor de toerental. Hij geeft ook aan wanneer je naar de volgende versnelling toe kunt schakelen. Daarbovenin de brandstofmeter en rechts nog voor de motortemperatuur. En de rechterkant de snelheidsmeter. Nou, er zitten hier nog twee knopjes zitten hier nog onder. Dat is een knopje met drie nullen. Daarmee kun je uiteraard de dag tellen, kun je weer mee op nul zetten. En de andere knop kun je op check. Dan geeft de auto eigenlijk een controle hoe de bandenspanning is. Geeft hij daarna. En ook wanneer de auto weer voor onderhoud moet en of er eventueel nog storingen in de auto zitten. Dat kun je allemaal door middel van de knop check kun je dat allemaal doen. Linkerkant kun je zien dat de verlichting nu aanstaat. Daar branden nu twee groene lampjes. En aan de rechterkant is het in dit geval dat de handrem erop staat. Nou, de richtingenwijzer uiteraard die werkt hiermee. Daar zit ook nog een knop op waarmee je eigenlijk door het menu heen kan gaan. Dan zie je in het midden zie je daar dus verschillende andere informatie hier te komen. Bijvoorbeeld een kompas wat er komt staan. De digitale snelheidsmeter. Ook de informatie hoeveel kilometers je nog kunt rijden. Wat het verbruik is. En je hebt nog twee persoonlijke instellingen. Of eigenlijk dagtellers. Hè. Eén kun je dus zien van wat is je gemiddelde snelheid. Gemiddeld verbruik. En hoeveel kilometers heb je daarmee gereden. En die tweede is eigenlijk hetzelfde. Waarbij je één eigenlijk kunt resetten. Bijvoorbeeld bij tanken. En de andere laat je dus altijd lopen. Dat kan. Dat is net wat je zelf wil. Het resetten. Dat werkt door middel van deze knop die hierop zit. Dat is de set- en controlknop. Wanneer je die knop ingedrukt houdt, dan zie je dat eigenlijk alles weer op nul gaat. Nou, deze hendel is ook voor het grootlicht. Hiermee kun je dus zijnen. En als je hem van je afdrukt, dan gaat uiteraard het grootlicht automatisch ook op. Aan de rechterkant hebben we de ruitenwissers. Nou, dat werkt natuurlijk wel voor zich. Je kunt hiermee verschillende standen kun je de ruitenwissers mee bedienen. Als je hem één keer omhoog zet, dan gaat hij eigenlijk op de regensensor. Geeft hij inderdaad ook aan dat hij op de regensensor staat. De achteruitwisser. Die kun je hiermee instellen op de interval of dat die altijd aanstaat. En om de ruitensproeier vloeistof te bedienen kun je eigenlijk de hendel naar je toe trekken voor en van je afdrukken voor achter. Bediening aan het stuurwiel. Aan de rechterkant kun je hiermee harder en zachter van het audiosysteem. Hiermee zijn nog verschillende knopjes bedienbaar. Bijvoorbeeld het geluid stil te zetten. Daar is deze voor. Deze kun je nog mee de verschillende focuszenders bij langs.
En hier kun je dus mee wisselen. He, dat je zegt van ik wil bijvoorbeeld naar radio of USB of Bluetooth. Dan kun je met die knop kunnen doen. Deze twee knopjes zijn eigenlijk voor de telefoonbediening. Hiermee kun je de telefoon opnemen. Of het gesprek weer mee beëindigen. En die bovenste is voor de spraakbediening. En aan de linkerkant op het stuurwiel, daarmee kun je eigenlijk de cruise control kun je daarmee instellen. Nou, die werkt eigenlijk als volgt. Dit knopje kun je eigenlijk het eerst indrukken. Dan zie je daar ook dat hij een symbooltje eigenlijk weergeeft. De tweede stap is bijvoorbeeld, stel voor ik rijd nu momenteel 80. Dan kun je deze naar beneden toe doen en dan blijft hij op de snelheid staan die je dan rijdt. Wil je wat harder, dus stel voor je mag dan 100 rijden, kun je hiermee nog wat snelheid toenemen. Of uiteraard hier weer wat snelheid afnemen. En wil je hem er helemaal af hebben, dan kun je deze knop kun je uiteraard weer indrukken. Omdat hij er, dan ontbreekt hij de regelaar weer. En de begrenzer die zit hieronder. Hiermee stel je echt de snelheid stel je aan en hiermee kun je hem aan of uitzetten. Er zit nog een hele andere handige functie op. Dat is de memory functie. Wanneer je bijvoorbeeld ergens rijdt en de verkeersbordenkenning geeft aan dat je er op 55 mag. Kun je die instellen. Hij geeft vraag dan weer op 50 instellen de cruise control. Druk je nog een keer op en hij staat ingesteld op 50. Ja, zo kun je heel mooi de cruise control aanpassen. Op de weg waar je rijdt en hoe hard je daar mag rijden. Nou is deze auto voorzien van het stop- en start systeem met het keyless entry. We hebben daar ook nog een video over gemaakt. Die zal ik uiteraard hierboven ook in de beschrijving ook toevoegen. Zodat je ook kunt bekijken hoe dit systeem werkt. Nou, en hier zien we het Navi 5.0 en Telelink systeem. De uitleg ervan werkt als volgt. Hieronder zijn een aantal knoppen voor de bediening. Dan hebben we over audio. Nou, als je daarop klikt, dan kom je uiteraard bij de radiozenders kom je dan uit. FM, DAB, AM, dat kun je daarmee regelen. Althans, dat doe je dus middel van de knop band. Geheugen, daarmee kun je eigenlijk de verschillende radiozenders kun je daarmee instellen. Dat doe je als volgt. Je klikt op de knop lijst. Dan geeft hij alle zenders aan die hij momenteel ook gevonden heeft. Zeg je van die zender, die wil ik graag opslaan. Druk je op een voorkeurzender en hij slaat hem dan op. Zo kun je eigenlijk al je favoriete zenders opstaan. Hij geeft 1 tot met 5 aan, maar als je pijltje naar rechts drukt, dan kun je nog veel meer zenders kun je eigenlijk toevoegen. Er zijn er 15 dus, wat je in totaal kunt toevoegen. Nou, als je frequentie klikt, dan kom je eigenlijk weer op deze balk uit. Ja, dat is net eigenlijk wat de voorkeur daarin ook is. Lijst heb ik al verteld. Rechtsbovenin, daar kun je op de bronnen, daar kun je nog kiezen voor radio, USB, een iPod of Bluetooth. Kun je daar ook mee aansluiten. En linksonder, daar zit nog de knop opties. Waarbij ik eigenlijk allemaal instellingen, persoonlijke instellingen kan regelen. Als we op een knop verder gaan, dan gaan we naar de knop navigatie. Nou, dit systeem is dus voorzien van het navigatiesysteem waarbij je dus 5 jaar lang elk kwartaal ook een update krijgt. Dat kan dus als je My Opel lid kan, kun je dat dus regelen via de USB-aansluiting. Nou, ook heb je vragen hierover, geef het gerust aan en we helpen je uiteraard daarmee. Als we hier op de knop navigatie gedrukt hebben, dan zien we nu de kaartgegevens. De allereerste keer als je het doet, krijg je dus een melding. Nou, natuurlijk of je een verkeersregels wil houden, die kun je gewoon op oké drukken. Rechtsonder, daarmee kun je eigenlijk plusje en minnetje. Kun je dus de verschillende grootte, de verschillende schaal kun je daarmee instellen. Nou, als we nou een adres willen invoeren, dan werkt het heel makkelijk. Ik druk hier op zoeken. Dan krijg ik dus gelijk al een invoerscherm. Nou, wanneer we dan zeggen van we willen een straat invoeren. Dus ik hoef hier niet eerst plaats, straat, etc. Ik kan gelijk de straat kan ik invoeren. Dus we dan zeggen van we gaan naar de Zuidhuurbaan. Dan doe ik een spatie. Noord. Nog een spatie en dan wil ik het huisnummer. Dan druk je op het nulletje hier. Dan typ ik dan 133 in. En als het goed is, dan komt hij hier uiteraard hier in het scherm. Nou, hij geeft dus op volgen of ja, grote of het dan van dichtstbij tot ver weg geeft hij dat aan. En er zijn er 2. Bij Schiphol, behalen en meer zit er ook 1. Maar uiteraard kiezen we nou voor rode. En dan klikken we linksonder op het vinkje om hem te bevestigen. Nou, hier geeft hij uiteraard weer aan dat ik aan de regels moet houden. En de bestemming is ingevoerd. Rechtsonder zie ik precies van start naar finish. Ik zal het laten zien. Van start naar finish, hoe ver het ongeveer nog is. En die geeft de route, geeft hij dan hier ook aan. Nou, wil ik de route er weer uithalen, druk ik op menu. En dan zet hij de navigatie stoppen. En dan haalt hij hem zo weer uit. Nou, als ik weer op menu druk, uiteraard kan ik ook nog andere dingen doen. Ik kan adres invoeren, wat we net gezien hebben. Mijn bestemmingen, points of interest. Ik kan bijvoorbeeld ook zeggen, van ik zoek bijvoorbeeld een IKEA of iets anders. Kan ik ook gewoon heel makkelijk doen. Ik kan navigatiecriteria zoeken. Dat je zegt, van ik wil bijvoorbeeld alleen een snelweg wil ik mijden. Of tolwegen, of noem maar op. Routes, wanneer je zegt, van ik wil eerst daarheen, dan daarheen. Kan uiteraard ook geregeld worden. En uiteraard de instellingen. Dus je eigen instelling, hoe je persoonlijk eigenlijk allemaal wilt zien. En als je een instelling wijzigt, zorg ervoor dat je altijd even weer op het groen
groene vinkje drukt, dan slaat hij uiteraard ook alles weer goed op. Nou, laat ik nu zien hoe je een telefoon heel makkelijk kunt koppelen. Ik druk op de knop van het telefoontje, dan krijg ik dit scherm krijg ik dan in beeld. Nou, ik kan hem uiteraard hier via Bluetooth zoeken, kan ik het ook uiteraard doen. Maar het makkelijkste vind ik om het gewoon via de telefoon te doen. Als ik naar instellingen ga van mijn telefoon en Bluetooth, dan komt hier onderaan Oppo Crossland X in beeld te staan. Als ik daarop klik, dan geeft hij hier een koppelverzoek. Ik druk op koppel, dan komt het onthoudnummer. Hier geeft hij aan dat ik dit wil koppelen, druk op ja. Hetzelfde nummer staat hier ook in beeld, druk ook op ja. Dan zeg ik van nou, ik wil de telefoon, streaming, audio en mijn mobiele internet wil ik ook gekoppeld hebben. Ik druk op het vinkje. Hier vraagt hij nog om het synchroniseren van de contacten en de favorieten. Die druk ik ook op oké. En dan is de telefoon gekoppeld. Heel makkelijk. In dit geval is het met een iPhone. Bij de Samsung telefoon werkt het natuurlijk iets anders. Maar ook daarin geldt dat je het ook naar de instelling van de Bluetooth moet doen. Nou, kom je er niet uit, krijg je telefoon niet gekoppeld. Ik zou zeggen, neem even contact met ons op. Dan help je uiteraard graag. Wanneer uiteraard de telefoon gekoppeld is, kun je hiermee het nummer invoeren. En wil je een nummer uit je contacten, die is namelijk overgenomen, pak je daar alles mee op. En de oproepen, dus wie het laatst gebeld hebt, komen daar te staan. Nou, de middelste knop, die is inderdaad voor harder en zachter van het audiosysteem. Of ik kan hem hiermee nog op mute, kan ik hem daarmee zetten. Aan de rechterkant hebben we hier nog de knop set. Daarmee kun je eigenlijk nog verschillende profielen kun je aanmaken. De audio-instelling, of ik kan het scherm uitdoen. Wanneer het scherm uit is, dan is het natuurlijk vannacht misschien wel ideaal als we zeggen van het is iets te veel. De rest gaat, audio gaat er allemaal gewoon door hoor. En als ik hem wil aan wil hebben, kan ik één keer op het scherm tikken en het scherm is er weer. Eén stap verder komen we op de CarPlay functies. Deze auto is ook voorzien. Dat heeft hij eigenlijk voor standen van de Apple CarPlay en Android Auto. Ook daarin hebben wij video's gemaakt. Ik zal ze hier bovenin uiteraard ook eventjes linken, zodat je die kunt bekijken hoe dat allemaal werkt en hoe je dat kan installeren. En aan de rechterkant hebben we nog een knop, daar staat een auto's een bultje op. Daarmee kan ik eigenlijk instellingen kan ik daarmee ook van de auto allemaal veranderen. En de mogelijkheid tot automatisch inparkeren. Ook daar hebben wij een video van gemaakt. Die zal ik hier bovenin uiteraard ook even toevoegen. En de laatste knop die daar zit is eigenlijk voor de vergrendelingmodus. Nu staat het lampje brand. Dat wil zeggen dat de deuren eigenlijk op slot gaan. Dat staat standaard ook ingesteld wanneer je wegrijdt. Dat de deuren automatisch op slot gaan. Zeg je van ik heb het liever niet. Hou dan deze knop even ingedrukt. En je krijgt een melding in het display. Dat hij de automatische portiervergrendeling uiteraard uitschakelt. Nou, dan zijn we nu aanbeland bij het kachelsysteem hieronder. Deze auto is misschien van het winterpakket. En dat wil zeggen dat hij stuurverwarming heeft, stoelverwarming en voorruitverwarming. Nou, de stoelverwarming die kun je hiermee bedienen. Als je hem één keer indrukt, dan verschijnen er drie lampjes. Dus maximaal naar 2, 1 of zo is hij weer uit. Voor de rest heeft deze auto ook een klimaatcontrole. Dat is standaard op de Innovation en op de Ultimate uitvoering. Waarbij je eigenlijk een linkerkant kunt zeggen van nou, ik wil hier bijvoorbeeld naar 20 graden in dit geval. En die kant zeg ik van nou, ik wil het iets warmer. Ik wil 22 graden. Automatisch. En hij regelt het helemaal zelf. Deze middelste knop kun je uiteraard ook nog zeggen van nou, hij blaast wat te hard. Kun je hem ook daar wat zachter zetten. Maar daar gaat hij ook weer op de handmatige versie. Wanneer het voorraam beslagen is, kun je hiermee de ontwaarschuwingsknop indrukken voor het voorraam. De achteruitverwarming en de spiegels werken met deze knop. En op deze auto zit ook nog, inderdaad in het winterpakket, zit ook nog een voorraadverwarming. En dat bedien je met deze knop. En dit is nog de knop dat de lucht in de auto blijft rondcirculeren, geen lucht van buitenaf. Het kan bijvoorbeeld handig zijn als het heel warm is, hè, dat het alleen in die koude lucht rond wil blazen. Of dat er bijvoorbeeld voor je een auto rijdt met niet fris uitlaatgassen of een heattank bijvoorbeeld. Ja, dan kan er uiteraard ook nog daarmee zorgen dat die geen lucht van buitenaf komt. De airco kun je hier aan of uit mee zetten. In dit geval is hier nog stoelverwarming ook nog aan de passagierskant. Hier zit nog een knop menu op. Als ik daarop klik, dan kan ik via het scherm hierboven kan ik ook nog heel veel dingen instellen. Wat ik ook kan instellen is dat ik hem op mono klik. Dus die knop zit hier onder, rechtsonder. Dat wil zeggen wanneer ik nou de temperatuur hiermee instel dat ik hem wat warmer wil hebben, pakt hij de rechterkant ook meteen mee. Dus dan heb je eigenlijk alles gelijk. Handig als je bijvoorbeeld alleen rijdt. Wanneer je de knop er wel af wil halen of wanneer je eruit te zetten, werkt niet door middel van deze knop in te drukken. Wanneer je de knop er wel af wil halen, kun je eigenlijk uiteraard hierop gewoon op klikken. Of je kunt aan deze kant de temperatuur ook nog mee instellen. Dan gaat die automatisch er ook weer af. Nou, en boven de Snellex Spoke staan ook nog een aantal knoppen. Dat is meer eigenlijk voor veiligheidssystemen. De traction control kun je hiermee inschakelen. Dat is de wielen niet gaan spinnen. Nou, in principe is het eigenlijk bij normaal gebruik niet nodig. Noodgevallen, maar dan meer misschien. De bandenspanning sensor, maar dat is meer eigenlijk voor de werkplaats. Die kun je hiermee kunnen ze dat regelen. Dit is de knop voor het lane departure systeem. Dat gaat dus boven de 60 km per uur. Als je er over een streep rijdt,
geeft de auto dus een waarschuwingstoon. Voor de veiligheid super, voor de irritatie misschien soms wat minder. Dan kun je ook zeggen van ik zet hem uit. Als je deze knop lang genoeg indrukt, dan brandt het lampje en dan is het systeem ook uitgeschakeld. Dus dan maakt het niet dat geluid. Moet je wel per rit doen. Dus elke keer als je auto weer opnieuw start, gaat het systeem automatisch weer, is het systeem automatisch weer aan. Aan de rechterkant hebben we hier nog het stop- en startsysteem. Zeggen als je hem in de vrij zet en je laat de pedaal allemaal los, dan schakelt hij de motor uit. Dat doet hij dus niet altijd. Je kunt hiermee zeggen van ik wil het eigenlijk nooit, maar ook daarin geldt dat je het per rit weer aan of uit moet zetten. De parkeersensoren, die kun je hiermee aan of uit schakelen. Nou, deze auto is ook nog voorzien van een achteruitrijcamera. Wanneer ik hem in de achteruit zet, dan zie ik hier prachtig mooi de camera. Hier zie je wat er achter mij gebeurt. De lijnen, dat is mijn stuurlijn. En hier zie je dus de handige functie wanneer ik de auto bijvoorbeeld ga inparkeren. En hier zien we dus de versnellingspook. In dit geval zit een handgeschakeld versnellingspook. Hij is leverbaar met 5 versnellingen of met 6 versnellingen. 110 pk en 130 pk. Die hebben allemaal 6 versnellingen. En hij is ook nog met een 6-traps automaat gekoppeld aan een 1,2 turbo 130 pk benzinemotor momenteel. En hij is ook nog aan een 1,5 dieselmotor. Nou, de handrem die bevindt zich daaronder. Deze auto is voorzien van een mechanische handrem. Zijn voorganger Openmarine had een elektronische handrem, maar dat is bij de Crossland X. In ieder geval is eigenlijk allemaal een handmatige handrem. Nou, voor de rest zit er heel wat mooie opbergruimte hieronder. Het dashboardkastje, natuurlijk daar aan de zijkant. Hier zit een mooie opbergruimte met daar ook nog de USB-aansluiting voor de telefoon, voor de CarPlay-functies. Hier zit ook nog opbergruimte en deze auto heeft ook nog een armsteun die je heel makkelijk kunt instellen en die mooi comfortabel ligt. En ook zijn er nog verschillende stoelen leverbaar, waarbij dit eigenlijk de meest comfortabele stoel is. Dat is de ergonomische comfortstoel. Hiermee kun je namelijk het voorste gedeelte nog kantelen. Hiermee is hij in hoogte verstelbaar. De stoel, de lendensteun zit daarmee en je kunt hem hiermee nog uitschuiven, zodat je eigenlijk een wat langer zitgedeelte krijgt. Super comfortabele stoel. Nou, ik hoop dat ik jullie hiermee een duidelijke en leuke uitleg heb gegeven over het interieur van de bediening van de Opel Crossland X. Nou, heb je nog vragen die niet zijn beantwoord, ik zou zeggen, typ ze hieronder in of mail ze mij naar hendrik@liewensrode.nl. En wil je nou de Crossland X nou een keer het echt bekijken? We hebben ze staan hoor, aan de Centurba Noord 133 in Roden. Waar we natuurlijk allemaal kunnen laten zien. Verschillende kleuren, verschillende uitvoeringen en natuurlijk is een proefrit ook mogelijk. Nou, ik wil jullie super bedanken voor het kijken van deze video. Mijn naam is Hendrik Liewens en volgende week zien we elkaar weer bij een nieuwe video. Tot dan! En op de sproeien is eigenlijk de hendels naar je toe voor voor en de hendel van je afdrukken voor achter de ruitenvloeier. En om de ruitensproeier vloeistof te bedienen kun je eigenlijk de hendel naar je toe trekken voor en van je afdrukken voor achter.